met de eerste keynote. En dat is een keynote waarvoor ik op het podium vraag Ivana Somers-Gardenier, wethouder in Vlaardingen, en Shahid Talib, directeur Smart City Heijmans. Welkom vanuit jullie studio. Horen jullie mij? Zeker. Oké, ik hoor jullie ook goed. Welkom. Ja, we gaan het hebben over, ik zie het al daarachter in beeld, Park Vijfsluizen, een nieuwe woonwijk in de gemeente Vlaardingen. En dan wil ik graag even vragen of jullie jezelf willen voorstellen. En dan beginnen we natuurlijk met de wethouder van Vlaardingen, Ivana Somers-Gardenier. Kun jij vertellen wat jouw functie is en vooral jouw rol in de gemeente en welke thema's jij behartigt? Ik ben Ivana Somers, zoals u net al zei. Ik ben wethouder bouwen en wonen, ook ruimtelijke ordening en burgerparticipatie en communicatie. En dat is voor dit project zijn dat zeg maar de drie onderdelen die zeker van toepassing zijn natuurlijk. Oké, daar komen we zo nog wel op terug, op die inhoud. En Shahid, wat is jouw functie en je rol bij Heijmans? Shahid Talib, directeur Smart City binnen Heijmans. En eigenlijk is het gewoon, ik mag dromen. En dat vind ik het mooist. Ja, ik verstond je niet helemaal. Jij mag wat? Ik mag dromen over de gezonde leefomgevingen. Oh. En dat vind ik het mooist. Ja. Ja, dromen vinden we allemaal mooi, maar we willen ook de praktijk zien. Maar daar komen we zo meteen op terug. Ik begin even bij Ivana. Ivana, vanuit jouw achtergrond en jouw carrière ben je bezig met groen, heb ik al gelezen. Wat is voor jou een gezonde leefomgeving? Nou, die is best breed. Want natuurlijk heb je dan, als je daaraan denkt over luchtkwaliteit, nou, dat is in het gebied waar Vlaardingen zich bevindt. Natuurlijk altijd een uitdaging, maar dat is een regionaal probleem. Maar denk ook inderdaad aan groen en groen, voldoende groen in woonwijken. Dat doet ook heel veel voor de gezondheid. Dus ja, groen, natuur, klimaat, het hoort er eigenlijk allemaal bij voor een gezonde leefomgeving. Ja, ik snap dat gezondheid in relatie tot de Rijnmond heel belangrijk is geweest. Het thema groen is misschien wat recenter. Hoe is dat verweven in jullie beleid en hoe is dat gekomen zo de laatste jaren? Of is het al veel langer? Nou, Vlaardingen is jaren geleden ook de groenste stad van Europa geweest. Dus dat groene karakter, dat zit al bij de inwoners er heel erg in. En we hebben een prachtig mooi natuurgebied, recreatiegebied, de Broekpolder. En nou, als je een carrièreverkortende maatregel wil doen in Vlaardingen, dan moet je voorstellen om in die polder te gaan bouwen. Dan word je gelijk weggestuurd. Ja. Dus daar waagt ook helemaal niemand zich aan. En dat moet je ook niet willen, want het is een prachtig gebied waar veel mensen uit de regio zelfs gebruik van maken. Dus ja, dat houdt in dat je binnenstedelijk moet oplossen. En de opgave is groot. Dus je moet slimme manieren vinden om die mooie wijken, die nieuwe wijken ook die je moet ontwikkelen, om die vorm te gaan geven. Dus in die zin droom ik altijd wel mee met Heijmans, dus dat scheelt. Maar tegelijkertijd zeggen wij ook altijd als winstwaarschuwing, een visie is prachtig, maar in een visie kan je niet wonen. Ja, die kennen we. En visie, droom, daar wil ik toch van Shahid weten. Hoe ziet volgens jou en volgens Heijmans die gezonde leefomgeving eruit? Wat doen jullie daaraan als bouwer? Nou, eigenlijk hebben wij een paar jaar terug gezegd van ons doel is echt het creëren van een gezonde leefomgeving. En waarbij het wel heel erg mooi is dat wij nieuwe technologie, data en alle andere middelen kunnen inzetten om tot die gezonde leefomgeving te komen. Maar de data en technologie is ons doel niet. Het doel blijft die gezonde leefomgeving. En wat wij daar vooral in proberen te creëren is samen met de gemeente. Want ook wij kunnen het niet in ons eentje, maar ook met de burgers en ook met andere partijen die heel veel kennis hebben. Om eigenlijk elke keer weer een stukje glimlach bij onze bewoners te creëren. Ons doel is ook, een statement die wij ook hebben is, wij laten het altijd beter achter dan dat we het aantroffen. En als je dat wil waarmaken, ja, dan moet je elke dag ook gewoon een stukje beter worden. En dat moet elke dag weer bijdragen dat in principe de bewoners van deze mooie gemeente elke dag meer energie krijgen en een mooie glimlach hebben.
Ja, en jij, je zegt het al meteen, je bent ook directeur Smart City. Bij jou is dat data gedreven, maar je verliest natuurlijk niet die einddoelen uit het oog. Gezondheid en groen natuur. Maar hoe verbind jij die dan? Nou, wat het mooie is, dat wij juist hier een inzet zetten van heel veel verschillende tools. Hè. Dat begint met architectuur, stedenbouw, duurzaamheid. En dat we een extra laag erop creëren door sensortechnologie om analyses te maken en vanuit die analyses beter kunnen krijgen. Een heel goed voorbeeld is dat wij luchtkwaliteit gaan monitoren. Vijf sluizen omringd door de snelweg en de haven is toch wel een lastig gebied qua luchtkwaliteit. Maar we gaan dat bewust meten om ervoor te zorgen dat in ieder geval de luchtkwaliteit in de woning steeds beter wordt, maar ook in de omgeving. En dan kan je dus data en sensortechnologie inzetten om weer een stapje beter te maken. Oké, dan komen we zo meteen wel op de details in Park Vijfsluizen, want dat wil ik aan Ivana vragen. Woningbouwontwikkeling op die plek. Het is een oud sportcomplex, heb ik begrepen. Die vijf sluizen zijn er misschien helemaal niet meer. Kan je daar uitleggen waarom precies daar jullie een woonwijk wilden plannen? Ja, het was eigenlijk wel mooi, want vroeger was het bedrijventerrein. En het had natuurlijk wel die maatschappelijke functie. Alleen juist vanwege de moeilijke ligging is het toen echt aangestempeld als bedrijventerrein. Maar goed, we weten allemaal dat door de economische crisis dat er niet echt ontwikkeld werd. En uiteindelijk was het eigenlijk Heijmans die ons benaderde. Van wij hebben interesse in dat stuk grond en we zouden daar een woonwijk willen creëren. Nou, dat zijn we toen met elkaar gaan bekijken. Daar kwamen best positieve zaken eigenlijk uit. Dus zo is het eigenlijk begonnen. En vervolgens is Heijmans eigenlijk heeft het met het maximum ongeveer erin gebracht. Door eigenlijk de ambitie te gaan vormen van we willen daar gewoon eigenlijk een park neerleggen. Met groene wal, natuur inclusief, prachtige leefomgeving. Juist op die locatie waar de uitdagingen zo groot zijn. Dat willen we creëren, wonen in een park. Ja, dat is iets wat gewoon heel goed past bij Vlaardingen. Bij het groene karakter wat heel veel mensen in zich hebben. Dus ja, daar werd iedereen gelijk eigenlijk enthousiast van. En dat is eigenlijk alleen maar gegroeid omdat jullie ambitie ook steeds groter is geworden. Ja, daarmee onze ambitie, die groeit dan natuurlijk mee. En uiteindelijk zal er daar nu iets gebouwd worden. Ik denk als je het 5-6 jaar geleden had gezegd tegen mensen, had niemand het geloofd. Ja, dan wil ik toch nog even teruggrijpen op wat je eerder zei, hè? De groenste stad van Europa. Ik kom uit Den Haag, Vlaardingen ken ik vaag, moet ik ze eerlijk zeggen. Maar ja, ik had niet het idee dat Vlaardingen zo'n groene stad was. Wat is de kern van dat groen in Vlaardingen, voordat we zometeen naar de details gaan van Park Vijfsluizen, Ivana? Nou, ik heb wel eens gezegd, Vlaardingen heeft hele mooie groene parels, maar ze is daar ook heel goed in, net als een oester, om ze verborgen te houden voor de regio. En dat is echt zonde, want we hebben echt gewoon prachtige gebieden en hele mooie natuur. De stad kent zijn uitdagingen en de ligging is bijzonder, zo dicht tegen die industrie aan. Maar toch is het er. En het mooie is ook als je in dat gebied loopt. Dan heb je ook totaal niet het gevoel van ik sta in de ruit van Rotterdam. Dus ik kan je zeker, ik wil je graag uitnodigen om een keer met mij een blokje te gaan lopen. Afgesproken, dat wil ik wel ontdekken, want dat is ook het thema natuurlijk van vandaag. En ik zei al aan het begin, misschien kan iemand mij de tip geven om weer terug te komen in de stad. Nu gaan we naar Park Vijfsluizen met die droom van jou, van Shahid. Want dat plan dat kwam daar, een bedrijventerrein, het was ooit een sportpark. En ineens komt daar een heel fantastisch mooi natuurinclusieve woonwijk. Wie heeft die sprong gemaakt bij jullie? Hoe is dat zo gekomen? Nou, het mooiste is dat wij gelukkig hele enthousiaste mensen hebben die al vanaf, ik denk zo 4-5 jaar terug al hiermee begonnen zijn. En die eigenlijk al de transitie hebben gemaakt. Hè? Want als je nu gewoon kijkt, wij moeten nog steeds een miljoen woningen in Nederland creëren. Nou, daarvoor zou ik nooit weilanden en bossen willen opofferen. Nou, dan kom je al heel snel door dit soort nieuwe locaties. Hè? Dus locaties die nu tussen schip en wal vallen.
En dan vind ik het echt wel heel mooi hoe collega's van mij hier vanaf het begin aan hebben getrokken om te kijken van, nou, kunnen we hier toch niet een nieuwe oase creëren, waardoor je toch allemaal mooie dingen kan creëren, zodat mensen wel het gevoel hebben dat ze in de buurt van een OV-knooppunt wonen, want dat wordt ook steeds belangrijker, dat is ook een vraag vanuit de overheid, dat ze heel goed bereikbaar zijn tot het centrum van Vlaardingen, maar ook volgens mij binnen een kwartier in het centrum van Rotterdam zijn, wat vrij uniek is, maar wel het gevoel hebben dat ze in een groene oase leven. En dat ze echt het gevoel hebben van, nou, als je eenmaal in je gebied bent, want het gebied is heel erg open gemoduleerd, waarvan ook het eigen gebied heel mooi overgaat in het parkgebied. Hè? Want, en dat moet een mooie gezamenlijke community zijn, waardoor je wel echt het gevoel hebt van, nou, wij wonen hier samen in een van de mooiste oases die super goed bereikbaar is. Ja, en tuurlijk, jullie gaan huizen bouwen. Welke elementen waren er al en wat voegen jullie toe om het zo'n mooie groene natuurinclusieve wijk te maken? Nou, het mooiste is, waar we mee begonnen zijn, is het oude Shell-gebouw. Dat is toch een monumentale pand en dat willen we toch eervol behandelen. Dus dat is ons wel onze keystone geworden en vanuit daar is de wijk ontwikkeld. Het was redelijk groen, maar ik kan je beloven, kom echt dadelijk langs om te kijken over een paar jaar hoe ver we staan, want het wordt echt vele malen groener. En het wordt echt wonen in een park. Dus het zijn niet alleen maar de woningen, er komt een heel mooi vijver wat als een centraal punt gaat dienen. We hebben het een mooie gebouw van Shell, maar ook gewoon alle parken waar ook gewoon volwassen woningen ingezet gaan worden. Ja, ik zei het al, het was vroeger ook, hè, namens Shell, was het een sportpark. Zie je dan elementen terug, waardoor mensen automatisch zich in een standje gezond terechtkomen? Of moeten jullie heel veel groen toevoegen om dat te creëren? Nou, gelukkig is gezondheid niet alleen groen. Maar wat wel daarin helpt, is dat er wel heel erg goed wordt gekeken, samen ook met ecologen en andere partijen. Een belangrijke partner is bijvoorbeeld daarin nu ook Naturalis, waarvan we echt kijken van, nou, hoe kunnen we looproutes creëren en hoe kunnen we ook wandelroutes in het gebied creëren. Nou, we zijn ook aan het onderzoeken hoe kun je ook nog mooie fietsdoorgangen hier door deze wijk creëren. Dus je bent wel continu bezig met beweging. Alleen nu is het leukst, hè, want je kan heel veel dingen aanleggen, maar dat wil niet zeggen dat ze ook worden gebruikt. En daar komt dan de data en de technologie ter sprake, dat wij ook met een belangrijke partner van ons Opper een sociaal platform eronder bouwen, waarvan we eigenlijk mensen met positieve nudgingen, dus positieve prikkels, uitnodigen om gewoon, als je de hond uitlaat, dat je ook je buren uitnodigt. En daar krijg je dadelijk extra waardepunten voor, die je weer bijvoorbeeld kan inzetten voor deelmobiliteit. En ons doel is hier nooit geweest om heel veel, ik noem het als in een vergelijking met de snoepwinkel, om alles hier neer te zetten. Nee, ons doel is geweest van, nou, hoe kunnen wij data en technologie en alles wat daarbij komt inzetten om juist mensen het gevoel te geven dat ze sociale cohesie hier hebben, dat ze in een van de meest mooie groene en blauwe omgevingen zitten, maar dat ze ook dus daardoor elkaar gaan opzoeken en daar gebruik van maken. En zo zijn ook aspecten, ik noemde net ook deelmobiliteit. Deelmobiliteit is dus ook bewust daarvoor gekozen in deze wijk om te zorgen dat er zo min mogelijk auto's hier komen. En als die al zijn, dat het elektrische auto's zijn. En dat gaat steeds elke keer weer met een stap verder. Oké, vragen aan Ivana heb ik ook nog wel. Wat is de rol nu nog van de gemeente Vlaardingen? Wat brengen jullie in wat Heimans nog niet inbrengt? Genoeg, omdat wij natuurlijk ook gewoon wet en regelgeving hebben. En dat moeten we natuurlijk ook handhaven. En daarnaast zie je dat af en toe het plan hier of daar nog wel eens moet wijzigen. Omdat er toch weer een onderzoek terugkomt. Dus ja, dat zijn allemaal facetten die natuurlijk blijven spelen. En daar komt ook bij dat we daarnaast natuurlijk gewoon een stuurgroep hebben, een projectgroep, waarin de gemeente als partner natuurlijk ook gewoon aanwezig is. En daarnaast heb ik ook natuurlijk nog regelmatig terug te rapporteren naar de gemeenteraad, want die is natuurlijk de baas.
Ja. Dus, en die wil toch ook, vindt het allemaal zeer interessant wat er gebeurt op Vijfsluizen en wil daar echt in meegenomen worden. Dus er is genoeg te bespreken. En, onlangs hadden we natuurlijk met opgraving, dat we een heel oud dijkje hebben gevonden, 2200 jaar oud. Nou, heel bijzonder. Dus zo'n oud dijkje was eerder nog niet gevonden in Nederland. Dus ja, dan blijft het contact sowieso natuurlijk aan de orde. En dat willen we ook, want we hebben verschillende projecten al gedaan in Vlaardingen met Heijmans. En dat bevalt hartstikke goed, volgens mij vanaf twee zijden. Dus wat mij betreft nog vele projecten samen met Heijmans. Ja, en als wel, of, tegelijkertijd in de chat ermee gelezen, want we kregen ook een vraag hierover binnen van Sakke van Veen. Welke rol speelt de bodem in dit hele project? En ja, er zitten altijd onverwachte dingen. Nou, je noemt al een dijkje. We zitten vlakbij Rijnmond. Zitten er nog verontreinigingen in waar jullie mee te dealen hebben? Nee, volgens mij is die niet dusdanig aan de orde. En is men nu nog bezig met het verder eigenlijk graven van de sleuven om te zien of dat er nog meer gevonden wordt. En dat is wel, ik moet zeggen, dat is echt wel een heel bijzonder iets. Op het moment dat je dan op het bouwproject staat en je ziet het en je krijgt de uitleg erbij. Al die verschillende lagen aarde waarin je echt per 100 jaar stapjes terug in de geschiedenis maakt. Dat is echt wel heel bijzonder om te zien. Ja, en een andere vraag in hetzelfde milieukader bijna, van Claudia Chon Sui Len. Hoe zit het met de luchtkwaliteit? Want ja, je zit natuurlijk inderdaad nog steeds dicht bij Rijnmond. Ik weet al dat jullie voor de snelweg hebben jullie een hele hoge geluidswal gepland. Die hoor je niet. Maar hoe zit het met de luchtverontreiniging? Het mooiste is dat we eigenlijk met z'n allen te weinig doorhebben dat de luchtkwaliteit van Nederland eigenlijk al in het Roergebied wordt gecreëerd. Hè? Dus ja, de haven en de snelweg hebben ook effect, maar de factoren zitten ook veel verder weg. De Roergebied los je niet op. Maar het gaat erom dat je bewust bent en dat je weet wat er aan de hand is. En wat wij aan het doen zijn, is dat wij sowieso luchtkwaliteit gaan meten in het gebied. Dus in het openbaar gebied. Maar ook continu luchtkwaliteit aan het meten zijn dadelijk in de woning. En die gaan met elkaar praten. En op het moment dat dus buiten slechter wordt, krijg je ook een signaal. Hè, van ik zou nu even je ramen dicht doen. En aan de binnenkant willen we natuurlijk in de toekomst met speciale filters die kwaliteit nog veel meer verbeteren. En wat het meest unieke aan dit project is. En Ivana zei net een mooie wet- en regelgeving. Maar ik vind het echt wel een compliment terug aan de gemeente hoe open zij staan om deze samenwerking en open voor nieuwe kansen, want dat moet je ook met elkaar wel bewerkstelligen. Maar daar zie je wel in dat de gemeente ook heel erg bereid is om naar dit soort dingen te kijken en ook om daar positief een bijdrage aan te leveren. En dat vind ik ook wel heel mooi, hè, want dit wordt samen met Maanwijk Leusden een van de eerste smart city wijken dadelijk in Nederland. En daar is het dan wel continu een hele belangrijke rol ook voor de gemeente en Heijmans. Want het mooie is, wij verlaten de wijk niet meer. Wij zijn dadelijk beide nog betrokken op het moment dat deze opgeleverd is. En dat is wel heel erg uniek, hè? Want normaal is de bouwer of de ontwikkelaar weg wanneer het echte DNA in zo'n wijk komt. En dat doen we ook niet meer. Dus wij gaan ook continu bijvoorbeeld die luchtkwaliteit, die blijven wij nu de komende 20 jaar bewaren. Oké, dankjewel. We zijn bijna door de tijd heen, maar toch nog even een kort slotvraagje aan Ivana. Je zei al, je bent ook van afdeling communicatie. Hoe brengen jullie dit onder de bevolking en hoe is de reactie? Is er heel veel vraag naar? De woningnood is hoog, ik kan me wel iets bij voorstellen. Het was heel grappig, omdat op social media toen bekend werd van dit gaan woonwijk worden, was er best wel behoorlijk wat commentaar. En toen ging op een gegeven moment de inschrijving ging open voor de nieuwsbrieven vanaf Rijnmans. En binnen no time waren er meer dan 2000 mensen die zich al aangemeld, die interesse tonen. Dus dat gaf zo een scheef beeld, dat we ook echt op dat moment het besluit hebben genomen van we proberen zoveel mogelijk gezamenlijk te communiceren.
Omdat Heijmans als ontwikkelaar verantwoordelijk is voor het participatietraject. Maar ik als wethouder ook heel graag de mensen natuurlijk wil informeren over en mee wil nemen over wat komt daar allemaal. Want er gaat in Vlaardingen heel veel gebeuren qua woningbouw de aankomende jaren. Dus daar vind ik wel ook een rol liggen voor de gemeente. En daaruit hebben we eigenlijk gezegd van nou, proberen dat zoveel mogelijk gezamenlijk te doen. Want dan heb je ook op meerdere plekken je publicaties. En dat, nou ja, dat genereert nog meer interesse. En ik denk dat dat alleen maar goed is. Want ik hoop dat dit project ook een voorbeeld is in de regio. Van zo kan het dus ook. Want eigenlijk is zoals er daar nu ontwikkeld gaat worden. Is denk ik voor best wel veel mensen in de regio Rijnmond. Een soort ideaal plaatje hoe je in de stad kan wonen. Maar toch zo groen. Ja. Nou, ik heb de foto's van de folder en de website al gezien. Het zag er fantastisch uit. Gefeliciteerd tot zover. En bedankt ook voor jullie bijdrage, Ivana en Shahid. En dank voor deze keynote als aftrap van ons verbindingsfestival vandaag. Tot ziens, tot de volgende keer. En ik kom een keer langs in Vlaardingen. Absoluut, afgesproken.